Leuk je kijken, de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 27. En dat is van maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli. En dan staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het Ram alsof er een bepaalde situatie is die jij accepteert zoals die is. Je accepteert jezelf, je accepteert de omgeving. Maar er zijn ook mensen die daar niet helemaal mee eens zijn. En ik heb het gevoel dat een vervelend stuk is, maar dat je dat eigenlijk wat achter je gaat laten. En op het moment dat je daar voor jezelf die beslissing over genomen hebt, dat het echt alleen gaat om wat jij ervan vindt. En natuurlijk wel wat anderen er ook van vinden, maar bedoel, je laat je niet weerhouden door iets wat iemand niet wil, wat jij wel heel graag wil. Dus dat je meer je eigen hart gaat volgen. Op dat moment lijkt je echt een beslissing te nemen en te kunnen doorgroeien naar het volgende level. En dan heb je echt voor jezelf een stap gezet waarin je zult voelen dat er een bepaalde vorm van vrijheid is gekomen. En op dat moment lijkt er ook een bepaalde weg vrij te komen, waardoor je dan ineens echt stappen kunt gaan maken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.